fantastic. Yeah, it's okay. You're having a VIP bracelet. Is it better here or between the crowd? It's more easy here to find some drinks, to have fun with the friends. In the crowd over there, it's more crowdy. It's too busy. It's very important to have enjoy with my friends. What do you think when I say Fantasia Festival? Fantasia Festival, it's like a little Tomorrowland. Ik vind dat als Fantasia zo verder doet, dat die even groot gaan worden als de Tomorrowland. Meer kan ik niet zeggen. Gewoon feesten. Guys, do we love Fantasia Festival? Yes, we love it! Thank you! Guys, is this the first year you're at Fantasia Festival? Yeah, the first time. Are you having a good time? A really good time. Fantasia Festival, this is how they party. Woo! This is how we party at Fantasia World. A lot of drinks, beautiful people, great DJ, top music. You have to be there. Oh my God, what is this? Do you have any fantasies when you're drinking that? Yes, of course. When I see you and I am at Fantasia Land, of course I have fantasies. Thank you so much. Well, have a good time and enjoy. Don't drink too much. I mean, as long as you're having fun. Okay. You especially bought this for Fantasia Festival. Yes, indeed. Especially for Fantasia Festival because I'm also partner with my shop. I'm partner from Fantasia Festival and this year it's even more bigger than last year. And next year it will be twice, three times awesome. Hi girls, can you describe Fantasia Festival in like two words? It's amazing! It's fantastic festival! Hi. Did you guys specially came from Utrecht for Fantasia Festival? Yeah, we're from Utrecht. How is it here? Are you having fun? Yeah, it's okay. We're from Utrecht. It's fun over here. And we're liking it over here. Oh my God, I just found the real Fantasia Festival fans. So, every year we stay here, we come here, we party like the animals. We just have a good time. That's great. So I'm expecting you next year with the same t-shirt. Okay? No problem. Don't forget to wash it. It's a date. Do you like Fantasia Festival? Yeah! Fantasia Festival is like awesome. It is like Tomorrowland. Are you having a good time? Yes, I'm having a very good time. Having a good time? Oh, very good time. Yes. I got beautiful girls here. Do you like Fantasia Festival? Ja hoor. Where are you from? We komen uit Rotterdam. Rotterdam? Especially for this party? Yeah, especially. Yeah. You're having a good time, right? Yeah. Thank you. Almost 200 kilometers. 200, yeah. To be here today. Girls, what is this with your outfits? Why did you choose this outfit? Tell me. Because we love Fantasia Festival and we're coming absolutely next year. So you specially choose this outfit because it's like full of fantasy? Yes, it's awesome. We just wanted to be original. What is your costume? Who are you today? I'm a panther. You are? I'm a monkey. I'm Mickey Mouse. Nice girls, have a good time. Have a good time. Dag Jurgen, topfestival, van waar de inspiratie? Ja, dat is eigenlijk een paar jaar geleden begonnen, omdat ik dacht dat in Oost-Vlaanderen ook een topfestival kon plaatsvinden. En mijn buikgevoel heeft mij gelijk gegeven. Er is echt wel plaats om hier in Vlaanderen een topfestival uit de grond te stampen. Heel grote namen binnengehaald. Was het moeilijk? Ben je tevreden? Ja, het is zeker niet gemakkelijk als je het tweede jaar ingaat en je kunt een ex wel van de Swedish House Mafia naar hier halen, je kunt dubstnel hier halen, dan denk ik dat we op goede weg zijn om ambitie mogen hebben om volgend jaar opnieuw een stap vooruit te zetten. Wat zijn de topnamen dat u binnengehaald heeft op het Fantasia Festival? Ja, ik denk onze klepper die gaan zo dadelijk starten, dat is man van de Swedish House Mafia, is Axwell, exclusief in Vlaanderen of in België, bij ons hier dit jaar. Nou, natuurlijk Dubs is entertainment ten top. Verder nog Chucky, Evie, noem maar op. Dus ik denk dat we echt wel een topfestival de naam waardig zijn. Vorig jaar 5.000-6.000 man, deze jaar 8.000-10.000. Are you a happy man? En wat mogen we verwachten eigenlijk volgend jaar?
Ja, en zeker happy, hè. Als je kunt verdubbelen, dan heb je goed gewerkt. Hier hebben we 3 maanden naartoe gewerkt en vandaar is echt de kers op de taart gekomen. Naar volgend jaar toe denk ik dat we ambitie mogen hebben om opnieuw te groeien. Nu was ambitie 8.000 à 10.000. Ik denk dat we volgend jaar mogen gaan voor 12.000, 15.000 toeschouwers. Vandaar heb ik de eerste contacten gelegd voor de nieuwe namen volgend jaar. Als ik ze kan binnenhalen, denk ik dat we naar de richting van de 15.000 zullen gaan. Ja, ik wens je heel veel succes daarmee. Het is een heel lange voorbereiding gehad. Heb jij zelf ook een beetje kunnen amuseren? Dat gaat nu gebeuren. Dus, als Expo is niet naartoe gekomen, dus elke DJ is vanavond aanwezig. Dus, ik ga nu naar de VIP en ik ga met mijn sponsors en met mijn vrienden een goed glaasje gaan drinken nu. Top, ik ga ook gaan feesten. Dus ja, veel succes voor volgend jaar en ik zie u dan. Oké, gaan we mee.